De que o gravasse a nojen, massa pemba a nojen, pegadote a nojen, na tambum fuiala. Suriname altijd dichtbij, je zat vatter. In me ati, srana. Ben jij een gedupeerde van de toeslagenaffaire, ouder, kind of ex-partner? Ga dan naar stichtingherstel.nl. Herstel met dubbel L. Met Stichting Herstel kom je er wel. Sweet konaini ina datra uso para maribu. Disna presi pe yu kan kong di ala datra siki. Den datra funu ekna dei nanga neti di ala yu datra sorbu. Aprese opo mofoneti ina weekend nanga latneti. Te anoutu hi sref srefi tawe konanga u egi siki wagi komitiu. Te abu fanuru you can kara konkruti 1-2-4. Datra oso para maribo, yu sorbo, na un sorbo. Uno hor not lo, tambri binu srefi, una de vestra namang. Fatherland, Suriname is je fatherland. Kijkers, ik heet jullie van harte welkom vandaag weer nu aan de Domburg Waterkant. We hebben hier dus een groep toeristen met wie wij ook een gesprek zullen houden. Guys, good morning. Nee, eigenlijk niet goedemiddag. Hoe gaat het met jullie? Goed. Goed. Ja, en als ik u mag vragen, u zit hier lekkertjes te genieten van wind, eten, drinken. Mm-hmm. Hoe vind je Suriname tot nu toe? Het is rommelig, maar ook weer relaxed. Rommelig? Een mooie combinatie van alles. Oké. Okay. En hoe lang bent u al in Suriname? Wij zijn sinds zaterdag in Suriname. Ja. Oké, okay. En is er een specifieke doel waarvoor u hier bent of bent u gewoon komen genieten? Ja, dat is het zeker. We zijn hier vandaag gekomen na een heel raar jaar. Waarbij we meerdere keren vanuit Nederland als broers naar Suriname zijn gekomen. En we hebben vandaag de as van onze moeder uitgestrooid. Oké. En die is 20 jaar geleden verhuisd om met...
William te komen wonen. Maar het ging slecht dit jaar. Dus, en het is deze week stond in het teken van de crematie, de uitvaart. Ja. Ja. En hoe komt het dat het zo ver is gekomen? Ze heeft asbestkanker gehad. Dus het zit in de longen. En dat is niet te stoppen. Dus, ja. En wanneer is ze heen gegaan? Wanneer is ze heen gegaan? Donderdag een week geleden, 14 november. Ja. Oké. Okay. En dus dan vandaag was u, of bent u gekomen om de as te strooien. Maar als we kijken, ze woont in Nederland en ook wordt er as gestrooid in Suriname. Dat wil zeggen dat er een bepaalde connectie is. Tussen Nederland? Tussen Suriname en uw moeder. Zij wilde heel graag hier uitgestrooid worden, want zij kwam hier vaak, een van haar lievelingsplekken. En haar idee was, ik kan vanaf hier met de rivier mee naar de oceaan en dan stroom ik weer terug naar Nederland. Dat was het idee wat ze zelf graag wilde. Nou ja, en wij hebben dat vandaag maar uitgevoerd. Gewoon als laatste eer aan mama. Dus, en wat grappig is in Suriname, soms zijn dingen heel moeilijk te regelen. Of wordt het niet geregeld. En dan vandaag ga je hier naartoe. En iemand zegt, ja tuurlijk, ik ga met je vader. En dan is het in één keer geregeld. Dus het is eigenlijk... soms kan het ook voor je werken. Ja, dus is, als het ware moest het zo zijn. Het moest zo zijn, ja. Ja. En u bent al dus, zaterdag bent u gearriveerd in Suriname. Mm-hmm. En tot nu toe u heeft ook het wens van uw moeder vervuld. En ik vind het wel jammer en ik wens u ook heel veel sterkte. Maar als u kijkt nu Suriname en Nederland, gaat er wel een grote gemis zijn? Je bedoelt... wij Suriname gaan missen. Ja, en ook uw moeder daar in Nederland. Ja, maar we hebben natuurlijk William ook nog, onze stiefvader. En ja, die zullen we blijven bezoeken. Dus, ja. En één keer per jaar naar Suriname om even mama te denken, ja, is natuurlijk niet gek. Oké. En dan ga ik even richting uw stiefvader toe. Yes. En hoe gaat het met u? Eigenlijk moet ik u niet vragen hoe het gaat, maar uw wens van uw vrouw eigenlijk... vervuld. Ja. Hoe voelt u? Wel, dan ben ik nu een beetje tot rust gekomen. Ja. Want je kan begrijpen, in zo'n situatie, dan is het heel moeilijk voor jou. Ik heb jarenlang met je samen gewoond. Ja. Dus dan is het heel moeilijk voor mij. Ja. Ja. En als ik mag vragen, hoe heeft u eigenlijk je vrouw ontmoet? Wel, ik heb haar ontmoet op Plantage Bersaba, want daar kwam zij zendingswerk van de gemeente Zuid-Laren. Ja, dus dat soort werk kwam ze daar vaak doen met een groep uit Nederland. Dus daar zijn we in contact gekomen en zijn we verliefd op elkaar. En hoeveel jaar al? Zo'n 20. 20 jaar? Ja, 20. Over de 20 jaar, ja. Oké. En dus dan... eigenlijk, 20 jaar is veel, is heel veel. Dat is heel veel, ja. Ja. En nu dat u ook ziet, bent u ook wonen in Nederland of hier in Suriname? Ik heb altijd in Suriname gewoond. Ik ben wel een paar keren in Nederland met vakantie. Een maand, soms 2 weken. Maar ik heb nooit in Nederland gewoond. Ja. Maar denkt u misschien, hoe uw vrouw daar woonde, toch daar te verhuizen om met de memories en al te leven? Nee, ik denk niet dat ik... in Nederland zou gaan wonen. Nee. Oké. Okay. Kijkers, u hoort het. En op dit moment bent u ook nu even aan het rusten. U heeft ook het wens van uw vrouw vervuld. En wat denkt u dus verder te doen in Suriname met uw zonen? Wel, we hebben niks veel meer te doen, want maandag vertrekken ze weer. Oh. Dus het is een korte tijd. Dus het is even een beetje scharrelen. Ja, een beetje afwerken van die ja. Een paar woorden. Proost op het leven. Ja, proost op het leven. Oké. Mama herdenken en proost op het leven. Mama herdenken en proost op het leven. Ja. Lekker een hapje eten. Oké. Nee, dan ik wil u ook heel veel sterkte wensen. Kracht. Heel veel kracht. En ja. We zijn nu op Domburg, genieten met heel wat wind, stromend water, rivier. Kijkers, ik ben Krishna Lakpat van Cultuur TV. Wij wensen de familie heel veel sterkte en kracht toe. Dank u wel.